Oké, hier is nou so twee uitstekende voorbeelden van teenoorgesteldes. Op die linkerkant koei met een hangkruis, een vers met een hangkruis. En op die rechterkant koei vers met een verhewe sakrum. Jy sal sien hierdie vers op die rechterkant. Amarelstuk kruis aanhechting is niet recht nie. Haar sakrum en haar achterste kwart is baie hoog verhewe bokant amarelstuk aanhechting. Hierdie is baie ongewens en is hoogst gekorreleerd met kalwingsprobleme. Als ik moet kiezen tussen die twee versen, vat ik definitief die vers op die linkerkant met die hangkruis. Die vers op die linkerkant met die hangkruis lijkt vertoon op algemene voorkomst niet baie goed, niet eenvoudig, dat het geen diepte in die achterkwart. Nie. Kijk, hy korte van die spier daar. Als haar vlees of spiering afgekomen tot die boek aan die hak, so is hy klaar beter vertoon, het waar hierdie een baie lange spier het in die achterkwart. Maar hierdie verhewe sakrum is baie ongewens. Ek dink ons moet baie meer let op dit. Het is typisch wat jy by melkkoeie kry. As sy gekalf het en sy word maar en sy verloor kondisie in die einde van die winter, gaan dit nog 10 maal erger lyk.